Welkom, dit is de eerste college van WOF 41 ergonomie. Wat is ergonomie eigenlijk? Als we kijken naar de definitie, dan zie je dat de woord komt uit het Grieks. En het is een samenstelling van twee woorden. De eerste is ergon, dat gaat over arbeid en inspanning. De tweede is nomos, betekent wet. Dus als je dat letterlijk vertaalt, dat gaat om de leer van de wetmatigheden van het menselijke werk eigenlijk. En als je verder zoekt, dan de exacte definitie wat er nog te vinden valt is: ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen, dus technisch, niet technisch, kan allebei, en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd. Wat je ook heel vaak tegenkomt als je zoekt naar ergonomie, dan wordt de uitdrukking de human factor gebruikt. Dus de menselijke factor in allerlei systemen en processen. En de menselijke factor bijvoorbeeld in productontwikkeling. Je hoort heel vaak de term mens-product interactie. Dat is volgens mij misschien een nog betere beschrijving voor ergonomie voor productontwerpers. Hier is een prachtig voorbeeld, de Nest Learning Thermostat. Dit is een nieuwe uitvinding, waar je ziet dat ze hebben op een heel andere manier, op een veel menselijke manier, over een user interface van een product nagedacht. Dit is een slimme thermostaat. Slimme thermostaten bestaan eigenlijk al 25 jaar. Dit is eigenlijk ook niet veel slimmer, maar veel gemakkelijker om te gebruiken, veel intuïtiever. Vroeger, bij oudere slimme thermostaten, moest je weer een soort van kleine computerscherm invullen, in een rooster aangeven welke tijden van de dag je thuis bent, wanneer ben je weg, wanneer ga je slapen en wanneer welke temperatuur jij wil hebben. Dit vonden mensen meestal heel vervelend om goed in te stellen. En dat is altijd slecht ingesteld of hebben ze dat helemaal niet ingesteld. Wat de uitvinders van Nest hebben bedacht, een heel simpele soort draaiknop. Je hebt geen enkele drukknop of wat dan ook. Het enige wat je moet doen wanneer je thuis bent, dan ga je instellen altijd op de temperatuur wat je wil hebben. Dus overdag zet je hoger, 's avonds zet je lager. En wanneer je weggaat, dan zet je dat eventueel helemaal uit. Doe je dit 1 of 2 weken lang, dan leert de thermostaat automatisch je patronen en programmeert die zich zelf. En sterker nog, je kan ook hetzelfde user interface bereiken via een app, via je smartphone uit afstand. En dan is het heel fijn, want als je afwijkt van je normale patronen, dus ik kom later naar huis of ik kom eerder naar huis, dat kan, temperatuur kan je van afstand bijstellen. Ja, je hoort vaak de termen fysiek ergonomie. Dan moet je denken aan passende vormen voor een product die goed bij een mens past. En je moet je denken aan de afmetingen. En moet je ook denken aan krachten. Dus bijvoorbeeld in dit geval dat als het te gemakkelijk draait, dan is het moeilijk om de goede temperatuur nauwkeurig in te stellen. En als het heel moeilijk draait, dan is het natuurlijk moeilijk om de apparaat dienen. Je hoort ook sensorisch ergonomie. Dan moet je denken aan visuele sensorische ergonomie. Dat betekent dat alles is goed waarneembaar op je product. Dus je ziet waar het product is. Je ziet waar wat voor tekst daarop staat en het is gemakkelijk om af te lezen. Hier zie je misschien de tekst voor de temperatuur zelf is iets te klein, maar de rest, alle informatie is heel goed afleesbaar. En de derde term wat vaak gebruikt wordt is cognitieve ergonomie en dan moet je denken aan dat je goed begrijpt hoe een product werkt. Je hebt geen gebruikshandleiding nodig. En als je hierna ziet, dan zie je meteen dat hier staat de temperatuurwaarde. Dat is in dit geval een Amerikaanse, dus zie je daar Fahrenheit. Maar als het daar 23 graden zou staan, zou het nog duidelijker zijn voor de Europeanen. Je ziet hier staat auto. Dat denk je meteen, nou, dat is in automatische modus. En away, dat is ingesteld op de temperatuur wanneer ik weg ben.
En ook als je ziet de vormen, je ziet zoiets op de muur, je ziet geen knop op, dan de eerste wat mensen proberen te doen om de dingen te draaien. En dan zie je meteen de temperatuurschaal bewegen. Dus je komt zelf erachter hoe dat werkt. Toepassingen, ergonomie wordt ergens eigenlijk overal toegepast waar mensen zijn of ook waar mensen niet zijn, maar in processen waar mensen in zijn betrokken. En voor ons de meest belangrijke is productergonomie en dan moet je denken aan het gebruik van heel verschillende producten. Ja, het verkeer is ook een heel belangrijk gebied. Dan moet je ook heel erg denken aan cognitieve ergonomie. Dat betekent dat je weet bijvoorbeeld wat voor tekens er zijn. Dat je kan de borden en alle informatie langs de weg goed aflezen. Er zijn duidelijke signalen. En als je hebt een auto bijvoorbeeld, het is gemakkelijk om te bedienen. En je krijgt altijd de goede informatie op je scherm die je goed kan aflezen en goed kan begrijpen. Ja, werksituaties zijn ook nog heel belangrijk. Moet je denken aan de gevaarlijke werken. En als iets heel oncomfortabel en gevaarlijk is, dat is dubbel gevaarlijk eigenlijk. Je moet denken aan mensen die dan met veel verantwoordelijkheid werken. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen of in operatiekamers is het ook heel belangrijk dat de ergonomie goed wordt toegepast. Ja, en algemene werksituaties, dit zie je ook overal als je zoekt op internet rondom ergonomie, dit soort afbeeldingen waar je ziet wat is een ideale positie voor een mens om bijvoorbeeld te werken bij een computerwerkplaats. Sport en extreme sport is ook een typisch gebied waar ergonomie heel erg belangrijk is bij productontwikkeling. En communicatie, dan moet je denken ook vooral voor sensorisch en cognitief ergonomie. Dat bij een user interface is het heel duidelijk hoe je dat moet gebruiken en wat betekent. Dat je via de televisie de informatie ook goed kan begrijpen. Ook een heel mooi voorbeeld van hoe een college wordt gegeven, eventueel. Daar wordt ook informatie overgedragen. Om ervoor te zorgen dat de meest simpele en efficiënte manier gebeurt. Dan bijvoorbeeld zelfs hoe je schrijft op een bord, dat heeft heel veel aspecten van visueel sensorisch en cognitieve ergonomie. De vraag is waarom mensen bezig zijn met ergonomie. Nou, een van de meest belangrijke redenen is het voorkomen van ongelukken. Want eigenlijk, als je verder onderzoekt, dan zie je dat er zijn altijd mensen betrokken bij ongelukken en er is altijd de menselijke factor die een grote rol speelt. Ja, wij ontwerpers willen beter, veiliger, comfortabeler en eenvoudiger producten maken. Ja, je ziet een heel mooie evolutie was. Dit was echt gewoon eigenlijk waar we nu zijn. Dat is begonnen met de revolutionaire bediening van de iPod. Tot nu die tijd voor elke functie hebben ze een knop op een apparaat gezet. En dit was een soort nieuwe manier van denken, waar het is echt een user interface, kwam veel meer dichter bij het mens. Het was veel, veel handiger, veel humanistischer en veel fijner om te gebruiken. Hier is wat ik ook eerder zei, een operatiekamer. En daar zie je nog steeds eigenlijk verschrikkelijke toestanden. En hier zie je dat door enorme rommel en onhandigheden, er zijn enorme veel mogelijkheden. Waardoor mensen fouten kunnen maken tijdens een operatie. Dus dit is ook een gebied waar nog heel veel ruimte is voor verbeteringen. En er zijn heel veel productontwikkelaars die hiermee bezig zijn. Ja, nou wat is goede ergonomie? Dan heel vaak als je ergonomieboek uit open doet, dan zie je allemaal voorbeelden van heel slechte ergonomie. Bijvoorbeeld een piepkleine pen die heel handig is om mee te nemen, maar schrijven dat kan je net niet zo goed mee.
Of ja, je moet denken aan de oude mobiele telefoontjes. Die hebben ze met het ouderwetse toetsenbord zo piepklein gemaakt dat je kon het nauwelijks bedienen. Ja, er is altijd ook een discussie over nou, wat is goed en wat is slecht. En ik denk dat iedereen moet gewoon goed zelf over nadenken. Bijvoorbeeld in moderne keuken zie je heel vaak dat je hebt geen duidelijke handgreep en dan je weet niet welke kant welke deur open gaat. Aan de andere kant, meestal als je woont in je eigen huis, dan leer je dat in één dag. En ja, mensen die bij je op bezoek komen, die zitten niet zo veel vaak in je kasten. En dan ja, ben je misschien meer blij als je hebt een mooie rustige oppervlak hier zonder allerlei hendeltjes op. Dan een oppervlak waar je de hendeltjes wil aanwijzen waar het open gaat. Ja? Er zijn ook andere voorbeelden van, hebben zo koelkasten heel vaak, dat je hebt links en rechts een handgreep. En ja, dan kan je beide kanten in de scharnier monteren. Maar dat heeft ook de nadeel van dat als je naar kijkt, dan weet je niet welke kant die je aan moet trekken dat het open gaat. Hier zie je oude instrumenten bijvoorbeeld met heel slechte waarneembaarheid, waar eigenlijk het grafisch ontwerp maakt het heel moeilijk om de posities nauwkeurig en goed af te lezen. Ja, de materiaal van die instrument hier is ook zo dat je krijgt heel makkelijk een spiegeling, waardoor je het niet goed kan aflezen wat hier staat bijvoorbeeld. Dan hier beneden, wat je hier ziet, zijn twee flessen van twee verschillende types van insuline. En wat je hebt is als je de verkeerde geeft aan de patiënt, dan de patiënt gaat heel snel overlijden. Wat verschrikkelijk gevaarlijk hier is, dat ze hebben een lettertype gemaakt, waar je kan heel moeilijk verschil maken tussen de twee. Dus de R en de N in die lettertype, die is niet zo heel erg anders. Als je heel vluchtig naar kijkt, dan kan je de verkeerde aflezen. En hier zit een vierkantje nog als extra waarschuwing. En de andere heb je ook een vierkantje die net een beetje schuin staat. Nou, als de etiket niet recht wordt opgeplakt, dan kan je dit eventueel nog veel makkelijker vergissen met de andere. Ja? Dus tegenwoordig, dit soort dingen, hè, dat is op dat die heeft de ene is rood, de andere groen en dan ziet er helemaal anders uit. Want hiermee, dankzij die slechte grafisch ontwerp, is het wel gebeurd dat de patiënten de verkeerde insuline hebben gekregen. Met fatale gevolgen daarvan. Het geschiedenis. Nou, zoals je zegt, vooral door ongelukken hebben ze steeds meer onderzoek gedaan. En bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog begon eigenlijk met de inrichting van gevechtsvliegtuigcockpits. Dat in dit geval als iets oncomfortabel was, moeilijk te bedienen, moeilijk de instrumenten af te lezen. Dat kon jou een nadeel opleveren, wat levensgevaarlijk was in een luchtgevecht bijvoorbeeld. Daarna waren er heel veel onderzoeken naar industriële ongelukken. En daarnaast was er ook steeds meer ontwikkeling op het gebied van consumentenproducten. Gewoon niet om het veiliger te maken per se, maar ook om comfortabeler en daardoor meer succesvol. Wat we zien heden is, zie je nog steeds dat er zijn heel veel vreemde producten ontworpen, ontstaan eigenlijk. Uitgaan van ergonomie. Hier zie je bijvoorbeeld een fietszadel en die is zodanig ontworpen dat de krachten worden perfect verdeeld onder je billen. En dan zie je ook hier toetsenborden die met heel grote toetsen. Dit is eigenlijk wat we ergonomen vaak zeggen, dat een grote toets geeft goede feedback aan de gebruiker en deze kan je met meer zekerheid gebruiken. Je hebt allerlei handgrepen die zijn heel ergonomisch ontworpen dat het allemaal in je handen past. Nou, dit is eigenlijk een soort van iets heel zichtbaar ergonomie, wat mensen vaak heel vreemd vinden. Bijvoorbeeld hoe voordelig het ook klinkt, bijna niemand wil zo'n zadel kopen. En het komt omdat vaak cognitieve ergonomie, als je denkt cognitieve ergonomie, wat communiceert dit tegen mij? Wat begrijp ik hieraan? Dan denk je, nou, dit is een soort van heel vreemde soort product. Wat
beetje moeilijk begrijpt. En dan zie je ook dat is een rare vogel als je hierop zit. Ja, hier heb ik liever geen zin in. En het ziet er überhaupt niet comfortabel uit. Dus wat de toekomst is eigenlijk, ik denk dat het gaat meer op meer flexibiliteit, een betere balans en meer onzichtbare ergonomie. En vaak zie je heel bijzondere dingen daarvan uitkomen, dat dit zo de meest comfortabele fiets zouden moeten zijn. Maar eigenlijk, dit is ook ontworpen van een statisch zitten op een zadel. En in praktijk vaak een heel harde zadel. Werkt veel beter, want je billen zijn zacht. En tijdens het bewegen, je pompt de bloed door de weefsel heen. En juist een fietszitting, wat de krachten altijd verdeelt, daar kan je op bewegen. Dan krijg je nog steeds constant druk en dan krijg je slechte bloedstroming. Dus wat mensen denken dat het ergonomisch is en wat ergonomisch is, dat is altijd een goede punt van discussie. Ook als je kijkt naar een bad, dit is bijvoorbeeld een heel mooie bad, maar als je kijkt naar de vorm, dan zie je dat het waarschijnlijk niet zo heel comfortabel is om daarin te zitten. Maar ja, hoeveel tijd besteed je in een bad? En liever of meer mensen denken, ik wil een heel mooie bad en dan voel ik me helemaal blij als ik daarin zit. En word ik gelukkig elke keer als ik naar kijk. En als ik daarin zit, ja, dat is, ik zit daar 15 of 20 minuten hooguit, dan is het niet de meest comfortabele, dat vind ik minder belangrijk. Op die manier ook, in plaats van de grote toetsen, de flexibiliteit van een touchscreen, die geeft veel meer voordelen dan de nadeel van dat je minder goede feedback hebt en dat je minder kan voelen als je iets indrukt. Ja, de ergonomisch werkplek is altijd een discussiepunt. En wat je steeds meer ziet, ze zeggen dat zitten is slechter dan roken. Ze proberen toch mensen staan te krijgen. En je hebt dit soort zit-sta-werkplekken, waar je ook staand bij kan werken. En die bestaan eigenlijk al 20, 30 jaar, maar op een of andere manier. Het is heel moeilijk om toch mensen zover te krijgen dat ze dat gebruiken. Ik denk dat heeft ook veel te maken met, als je allemaal een werkplek inricht met 15 van die hoge tafels in een grote kantoor, dan krijg je een heel rare sfeer met allemaal zo hoge tafels. En dus eigenlijk voor de ruimte is het dan weer heel slecht. Dus als iemand komt met een goed idee die de twee dingen die het kan oplossen. Dus je kan staand werken, maar toch de ruimte zo rustig blijft zoals een gewone kantoor. Dat kan wel meer kans maken voor succes. Ja? Wat we in ieder geval zien is duizenden zogenoemde ergonomische stoelen. Waar ze proberen alles te doen om stoelen nog comfortabeler te maken. Maar wat brengt de toekomst? Eigenlijk, daar moeten we over nadenken. Als je echt gezond wil leven, je bent eigenlijk een soort van superaap. Dus misschien zo dat we onze werkplek in de bomen inrichten. Dat we de hele dag klimmen van de ene boek naar de andere. En misschien combineren met een soort in een bril gebouwde beeldscherm. Die we als computer kunnen gebruiken. En op die manier heb jij een werkplek wat echt voor de mensen zou uitgevonden zijn. Nou, dat weten we niet. Moeten we in ieder geval één keer proberen. Wat je ook heel vaak ziet, dit soort over-ergonomisch ontworpen producten. Wanneer proberen ze ook ergonomie als een unieke selling point maken, dan maken ze producten die perfect in je handen passen. Hier moet je ook heel erg voorzichtig zijn. Hier altijd het nadeel is van dit, dat je creëert een product die meestal alleen maar in de hand van één iemand past. Dat is in de meeste geval de ontwerpen. Die noemen we egoïstisch ontwerpmethode. Ja, zo'n muis kan je ook eigenlijk heel goed vasthouden, maar alleen maar in één positie. En heel vaak is het beter om iets te maken wat niet heeft een specifieke positie, maar bijvoorbeeld een muis wat je op meerdere manieren ook kan vasthouden een beetje. En vaak doe je dat helemaal onzichtbaar, dat je positie verandert. En eigenlijk is het op lange termijn is het een aangenamere manier om te gebruiken. Ik zeg altijd, twijfel over alles. En ga maar zelf goed over nadenken. We hebben gezien toen de toetsenborden zijn eerst bij laptops zo klein en plat geworden. Want het kon niet anders. En toen kwamen we erachter,
Ja, zo'n kleine platte toetsenbord, ja, zoveel zoals wij typen, is het eigenlijk best prima. En eigenlijk maakt ons veel gelukkiger dat we hebben zo'n mooie, platte, fijne dingetje dan de ouderwetse grote toetsenborden. En toen Apple zei, nee, nou dan maak ik ook maar desktop toetsenborden zoals die van een laptop. En mensen vonden dat fantastisch. En ook met de muis. De muis moet helemaal niet helemaal een afdruk, een negatieve afdruk van de vorm van je hand hebben. Hebben ze een prachtige muis gemaakt die is gecombineerd met een touchpad. En mensen zijn ook meer gelukkig daarmee dan met de muis wat ik net hiervoor heb laten zien. Dus het is altijd de eindeloze soort van discussie en vragen: wat is nou belangrijker? Een beleving, een betekenis of inspiratie, of de functie, prestatie of gebruiksgemak? Bijvoorbeeld bij een deurkling, dat hou je maar een paar seconden vast. Dus mensen vinden het fijner om een heel strakke rechte deurkling te hebben. Dat moet niet de vorm zijn van een super comfortabele handvat. Of kan iets heel inspirerends, poëtisch zijn, zoals de vogeltjes hier. Of een lamp, bijvoorbeeld. Ja, van elke lamp of van alles waar genoeg licht uitkomt, is een prima lamp vaak. En dan wil je liever een beetje poëtische geburen aan de binnenkant. Hetzelfde geldt voor de stoelen. Dit is ook een heel beroemde designstoel. Wordt heel erg geliefd in openbare ruimte en cafés. Dan willen ze niet dat mensen de hele dag blijven zitten bij de koffie. Ga maar snel bestellen, snel opdrinken waarvoor je geld hebt uitgegeven en dan maak maar plek voor de volgende. Ja, dan gaan ze meer voor een meer inspirerende, mooie designobject waar je redelijk op kan zitten, is een betere oplossing. Ja, en nou, wat hebben we hier nu? Een briljant idee over vormgeving van in water, waar eigenlijk je ziet de inspiratie. En een heel simpele oplossing waardoor je betekenisvolle vorm geeft aan een heel saaie product eigenlijk. Goed, wat is een leerdoel van het vak? Nou, eerst het leren van de begrippen, de jargon van sensorische fysieke en cognitieve ergonomie. Ten tweede, wat we gaan leren is met behulp van antropometrische gegevens en gebruikspercentages en productafmetingen te kunnen berekenen en definiëren. Dus betekent dat je hebt een bepaalde doelgroep van mensen van 15 tot en met 60 jaar bijvoorbeeld. En ga je voor ze een product ontwerpen, dan krijg je naar een antropometrische gegevenstabel. En met basis van de gegevens kan je bepaalde productafmetingen definiëren die dan de comfortabele gebruiken mogelijk maken voor je doelgroep. En als laatste, dat noem ik user interaction mapping, is eigenlijk een soort van het leren analyseren van producten, waar je gaat een gedetailleerde soort kaart maken van. Hier is bijvoorbeeld wat je ziet, hier is een soort blender. Wat je hier ziet, allemaal daaromheen opgeschreven, dat zijn allemaal ergonomische aspecten. Wat je allemaal kan opnieuw uitvinden of verbeteren om een beter product te maken. Onderzoeken de interactie tussen de mens en het product. Hiervoor gebruiken we het mens-product interactiemodel. En dit vind je in het boek van productergonomie. En dat vind ik heel opmerkelijk, want eigenlijk we hebben helaas niet echt een briljante boek nog van ergonomie. En alle boeken zijn een beetje ouderwets. En wat ik heel bijzonder vind, dat als je kijkt naar dit illustratie, het is vrijwel onmogelijk om te begrijpen. Er zijn heel rare vormen, heel raar gedrukt, rare lettertypes gebruikt die onleesbaar zijn. En van de hele ding begrijp je niks. En dit zou de mens-product interactiemodel moeten representeren. Volgens het boek van productergonomie. Dat is best een voorbeeld van hoe je zo'n illustratie onergonomisch kan maken. Daarvoor heb ik een simpeler model gemaakt. Dus dit is volgens mij een betere manier om de illustratie weer te geven. Gewoon heel veel woorden mogen heel simpelweg weg. En de mens-product interactiemodel betekent eigenlijk dat je hebt een mens hier en een product. En de mens gaat het product bedienen, die noemen we control. Daarmee geef je hier een informatie input, noemen ze dat. Hier heb je gebeurt alles en nog wat in je apparaat. Dit noemen ze dan throughput en storage.
voor de informatie en dan krijg je andere informatie terug. Het komt bij een sensor binnen en in je hoofd, in je hersens gebeurt de tweede throughput en storage. Dan ga je bepaalde beslissingen nemen. Neem je motorieke actie, dat betekent dat je gaat je spieren in beweging brengen en met je vingers bijvoorbeeld ga je iets aandrukken op je scherm en dan ga je weer een control en input. Nou, hier is het een beetje meer gedetailleerd. En dan hier hebben we perceptie, geheugen, informatieverwerking. Dit is allemaal wat we begrijpen onder throughput en storage. Dit gaan we later nog in details bespreken, wat we hier aan begrijpen. En hier heb je ook hetzelfde eigenlijk omgekeerd wat er gebeurt in het apparaat. En wat je ook moet weten, dit is eigenlijk een soort van proces. Maar je hebt bij de bediening van het apparaat eigenlijk een soort ketting van actie, reactie, actie, reactie, actie, reactie. En de mensen van onderzoekers van cognitieve ergonomie gaan dit allemaal analyseren. En op basis daarvan kun je geweldige inzichten vinden om producten een betere user interface te maken. Ja, dus de drie domeinen nogmaals. Fysieke ergonomie, dan denk je aan producten maken die fysiek passend zijn. Dan denk je aan maten, krachten en handige vormen. Sensorische ergonomie, dat gaat over waarnemen. Zien, horen, voelen, tasten, ruiken. En cognitieve ergonomie is het derde domein. Dat gaat over het begrijpen, informatie goed kunnen verwerken en het goed kunnen reageren. Binnen fysieke ergonomie heb je ook verschillende specialisaties. Een van de belangrijkste is antropometrie. En binnen antropometrie praten we ook over statische antropometrie. Dan moet je denken aan maten en krachten. Wanneer je onderzoekt mensen in een statische positie. En dan kan je bijvoorbeeld bepalen voor een bepaalde doelgroep hoe hoog moet ik een zitting zetten. Of als ik een bedieningsarm neerzet, hoe sterk mensen zijn, hoe hard je mensen daaraan moet trekken. Maar je onderzoekt altijd statische situaties. Ja, daartegenover heb je dynamische antropometrie. En dan ga je kijken naar nou, als de mensen zo zijn hand bewegen, dan binnen welk bereik zou ik bijvoorbeeld hier bedieningsknoppen kunnen neerzetten voor een controlekamer bijvoorbeeld. Ja, dan kijk je niet naar de statische maat van mensen, maar je kijkt naar een dynamische bereik. En wat lijkt op dynamische ergonomie, maar eigenlijk dit is of dynamische antropometrie, maar dat is niet dynamische antropometrie, maar biomechanica, is wanneer ze gaan de mensen analyseren als een bewegende soort machine. En dan gaan ze de bewegingen analyseren, de beweging van de gewrichten, de krachten die ontstaan en de belasting van bijvoorbeeld gewrichten. En hier heb je ook een hele wetenschap die hier omheen ontstond. Hier zijn nog enkele specialisaties. Bijvoorbeeld werkplekergonomie, dan moet je denken aan de inrichting van een werkplek, zodat mensen daar comfortabel kunnen werken. Design for all, dat betekent dat je ontwerpt producten die geschikt zijn, ook mensen die buiten de gemiddelde groep vallen. En mensen bijvoorbeeld, moet je denken aan een brievenbus, waar mensen met een rolstoel ook comfortabel bij kunnen. Of denk je aan beeldschermergonomie. Dan moet je denken aan de inrichting van een beeldscherm als user interface voor een computer. Productergonomie gaat over hoe je producten comfortabel en efficiënt kan gebruiken. En arbeidsergonomie, wat je hier ziet, dat is een voorbeeld van een product van een bedrijf waarvoor ik werkte. Dit is een soort zuignap en hiermee kunnen medewerkers zware bagage zonder moeite van de ene band naar de andere overzetten, bijvoorbeeld op Schiphol. En hier vroeger moesten ze altijd die bagage van 25 kilo tillen en overzetten. En dan krijg je meteen heel snel mensen met allerlei rugklachten
en problemen. En hier wordt een heel slimme zuignap met een soort slimme kraansysteem. Wordt er eigenlijk door de kraan de bagage opgetild en je moet eigenlijk allemaal de goede kant op duwen een beetje. En dan moeiteloos kan je enorm veel zware bagage van de ene plek naar de andere overzetten.